Ik ga je leren hoe je dit soort keersommen kunt uitrekenen. Je hebt drie knikkerzakken en in elke knikkerzak zitten 234 knikkers. Hoeveel knikkers zijn dat totaal? Best veel. Om dit handig uit te rekenen maak ik gebruik van een kleurcode. Dat ga ik je uitleggen en hopelijk lukken jou dan ook dit soort sommen. Succes! Hier zie je de som nog eens. 234 keer 3. De 3 is blauw, de 4 eenheden van 234 groen. Zwart zijn de tientallen en rood de honderdtallen. Ik doe eerst de 3 keer de 4. Dus eigenlijk blauw keer groen. En 3 keer 4 is 12. Die 12 schrijf ik keurig op. Dan doe ik die 3 knikkerzakken keer die 30. Die 3 van die zwarte. Die staat voor 30. 3 keer 30. En 3 keer 3 is 9 met een 0 erachter. Dus je weet, 3 keer 30 is 90. Zet ik er keurig onder. Dan moet ik nog 3 keer 200 doen. Oftewel blauw keer rood. En 3 keer 200, denk aan 3 keer 2. 3 keer 2 is 6. 2 nullen erachter is 600. Ook die schrijf ik er keurig onder. Eenheden onder elkaar, tiental onder elkaar en honderdtal onder elkaar. Strepen onder, optellen. Eerste eenheden, dat zijn er 2. 1 en 9 tientallen zijn 10 tientallen. 0 opschrijven, 1 onthouden. Komt bij die honderdtallen. Plus die 6 honderdtallen, 702. Andere som, hetzelfde systeem. 132 keer 6. Eerst geven ze allemaal een kleur. De eerste stap is blauw keer groen. Vervolgens blauw keer zwart. Komt die. En dan nog blauw keer rood. Deze kun je in 3 stapjes oplossen. 1 cijfertje onder, 3 boven, 1 keer 3, 3 tussenstapjes. Nu ga ik uitrekenen. 6 keer 2 is 12. 6 keer 30, want die 3 staat natuurlijk voor 30, is 180. 6 keer 3 is 18, 0 erachter, 180. En dan 6 keer 100, 1 honderdtal, 600. Keurig onder elkaar, strepen onder, bij elkaar optellen. 2 eenheden, 9 tientallen en 700tallen. 792. Net een beetje anders. Ik heb 23 komkommers in een krat. Ik heb 43 kratten. Hoeveel komkommers samen? Dit moet ik uitrekenen in 4 tussenstapjes, want ik heb 2 cijfers onder en 2 cijfers boven. En 2 keer 2 is 4, dus met 4 tussenstapjes en natuurlijk een kleurcode gaat dit lukken. Let maar op! Eerst alle cijfers een eigen kleur en dan 4 tussenstapjes om ze handig uit te rekenen. De 23 komkommers in een krat, de 2 tientallen blauw en de 3 losse rood. De 43 kratjes, 4 tientallen zwart, 3 losse kratjes groen. Eerst de rode keer de groene. 3 keer 3 is 9. Dan rood keer zwart. 3 keer 40. 3 keer 4 is 12. 0 erachter. 120. Ik schrijf het er keurig onder, zodat dat niet mis kan gaan. Dan ga ik naar de tientallen in het blauw. 2 keer de 3 lossen. Dus blauw keer groen. 20 keer 3. 2 keer 3 is 6. Maar de 20 heeft een 0. Dus komt die 0 erachter. Achter die 6. Dus 60. En de laatste stap is de moeilijkste. Pas op, pas op, pas op. Want de blauwe staat voor 20 en de zwarte staat voor 40. Blauw keer zwart. 2 keer 4. 2 keer 4 is 8. Kijk maar, streepjes onder. En dan komt er nog een nulletje bij. En nog een nulletje. Dus die 8 krijgt 2 nullen erachter. En dat is natuurlijk 800. Nu staan ze keurig onder elkaar. 4 stapjes gehad. Genoeg. Bij elkaar optellen. 9 eenheden. 8 tientallen en 900tallen. Daar verschijnt hij. Dus 989 komkommers. Dat zijn er veel. Hetzelfde systeem, andere som. Elk cijfertje heeft een andere kleur. Kijk maar. En 2 onder en 2 boven betekent 4 tussenstapjes. En ze staan er allemaal keurig bij. Doen eerst rood keer groen. 5 keer 8. En 5 keer 8. Is natuurlijk 40. Komt ie. Stap 2. Rood keer zwart. 5 keer 40. 5 keer 4 is 20. Nulletje erachter 200. Dan gaan we naar blauw keer groen. 30 keer 8. Denk aan 3 keer 8. 24. En daar een 0 achter. 240. Keurig onder elkaar. Belangrijk. En de laatste stap. Pas op, pas op. 30 keer 40. Blauw keer zwart natuurlijk. Hè. Je ziet de balletjes staan. 3 keer 4 is 12 en daar dan 2 nulletjes achter, eentje van de 30 en eentje van de 40. 1200.
Alles staat keurig onder elkaar. Je telt ze bij elkaar op. En dan kom je uit op 1680, oftewel 1680. Hartstikke handig gedaan. Het werkt. Het is handig om dit soort sommen zo in eerste instantie te oefenen. Als het beter gaat, heb je misschien de kleurcodes niet meer nodig. Succes!